Iedereen, wij zijn Gijke, Nina, Orly en Lorian. En wij willen in deze video een campagne promoten voor vredeseilanden. Wat is onze campagne nu eigenlijk? Onze campagne luidt de samenwerking tussen de boeren onderling verbeteren. Wat kunnen we daarvoor doen? Wel, we hebben een eventuele oplossing bedacht om de samenwerking tussen de boeren onderling te verbeteren. Ons idee was om de campagne alleen uit te voeren met de boeren uit Vlaanderen. En een enquête op te stellen en die door hen te laten invullen. Onze enquête zou bestaan uit een paar vraagjes. Namelijk, vindt u dat u genoeg geld verdient? Zou je van job veranderen wegens te weinig inkomen? Vindt u uw inkomen overeenstemmen met het aantal uren dat u werkt per dag? En vindt u uw job leuk? Wanneer deze door de boeren is ingevuld, krijgen we een overzicht te zien van wat de boeren nu eigenlijk vinden van hun inkomen en van hun job. Onze verwachtingen zijn dat de meerderheid van de boeren vindt dat ze te weinig verdienen om te voorzien in hun eigen benodigdheden. En daarom hebben we al verder gedacht dan alleen deze enquête. Wij denken namelijk dat alle boeren een te laag inkomen hebben om in hun behoeften te voorzien. Want stel, je hebt drie boeren die alle drie dezelfde gewassen telen. Voor dezelfde hoeveelheid vraagt de eerste boer een hoge prijs, de tweede boer een gemiddelde prijs en de laatste boer een prijs die eigenlijk te laag is om in zijn behoeften te kunnen voorzien. De koper van de gewassen zal dan natuurlijk de gewassen kopen bij de boer waarbij hij er het minst voor moet betalen. Maar op deze manier verdient geen enkele boer een juiste prijs voor zijn gewassen, want de eerste twee boeren met de hoge en gemiddelde prijs voor de gewassen verdienen geen inkomen, omdat de kopers eerder bij andere boeren gaan kopen, omdat ze daar een lagere prijs gewassen kunnen kopen, maar de boeren die juist hun gewassen aan een te lage prijs verkopen, hebben ook geen hoog inkomen, juist omdat ze hun gewassen aan zo'n lage prijs verkopen. Dus, we hebben dringend een oplossing nodig voor dit probleem, want voor welke boer dan ook is het moeilijk om voldoende geld te verdienen om in zijn behoeften te voorzien. Maar de vraag is, hoe lossen we dit probleem op? Wij dachten eraan om een minimumprijs in te voeren. Elk gewas heeft zijn minimumprijs, dus elke boer moet zich aan deze minimumprijs houden. Waardoor de samenwerking tussen de boeren beter wordt. De boeren hebben nu afgesproken welke prijs voor welk gewas gebruikt wordt. En hoeven dus niet meer zijn dus geen concurrenten meer van elkaar voor hun gewassen te verkopen. Dit is het logo die wij graag zouden gebruiken op de gewassen die geteeld zijn met met de minimumprijs, waardoor de klant niet te veel betaalt, maar de boer genoeg krijgt om in zijn eigen behoeften te voorzien. Is de minimumprijs wel een goed idee? Zal het een oplossing zijn voor de samenwerking tussen de boeren te verbeteren? Ja, zeker weten. Want er zal minder rivaliteit zijn tussen de boeren. Want iedereen zal een goed inkomen hebben. En dat is namelijk de bedoeling. Zo, dit was het dan en wij hopen op een betere toekomst voor alle boeren.